Zo, kampioen worden in pak, heren. Dat lijkt me bijzonder. Allereerst gefeliciteerd. Eerst de man die 9 keer scoorde, Jeremy. Is dat niet heel raar nu zo kampioen te worden? We hadden het wel anders verwacht, maar het blijft even mooi gewoon om kampioen te zijn. Het is wel een beetje raar om nu in pak kampioen te zijn, maar alsnog is gewoon hartstikke mooi. Ja, want hoe gaat dat, Pantelis, de aanvoerder? Hè? Zit je de hele tijd op je appie te kijken of zo, van hoe het nou gaat? Ik heb wel een aantal keer gekeken, zeker. Ja, het was best wel spannend. Het stond 2-2 tot de laatste minuut, dus het was wel spannend. Maar kampioen is kampioen. Ja, nou ja, goed. Morgen, die schaal, krijg je hem nou voor of na de wedstrijd? Na de wedstrijd, we moeten eerst spelen. Daar moet nu zeg maar, het focus op liggen. Dat we een mooie wedstrijd van maken. En daarna kunnen we gewoon lekker gaan feesten. Kelvin, hoe heb jij deze wedstrijd beleefd vandaag? Want ik kan me niet voorstellen dat je naar 100% elke keer daarop let. Of is dat wel zo? De wedstrijd hier tegen Groningen? Ja, je focust je wel op de wedstrijd tegen Groningen. Maar ja, je krijgt elke appjes van ja, het staat nu 1-0. Je hebt natuurlijk een groepsapp of zo, hè? Ja, groepsapp. En iedereen appt. En op een gegeven moment appt iemand 2-2. En dan weet je eigenlijk dat het nog maar 10 minuutjes spelen was of zo. En toen wisten we eigenlijk wel dat het gedaan was. Ja, ik vraag aan jullie alle drie even dezelfde vraag. Wat is nou het mooiste moment dat jou is bijgebleven dit seizoen met Jong AZ? Ja, ik denk dan dit, maar ja. 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 Jeremy? Het is ook een moeilijke vraag, maar we hebben zoveel wedstrijden gewonnen, dus ik kan even niet eentje uitkiezen. Ja, ik denk dat morgen het beste dag wordt van het EJ. Ja, ja. Een collega van mij ook beloofd dat je kampioen zou worden, meer de benen wel natuurlijk. Ja, dus morgen gaat het gebeuren. Nou, helemaal goed. Wat gaat er vanavond gebeuren? Vroeg naar bed, denk ik, hè? Of een beetje ranja met chips? Vanavond nog even rustig en morgen gaan we wel los. Oké, jongens, geniet ervan.